Je voelt de emotie als je met je neus bovenop staat. De plakkaat van verlatingen kende ik helemaal niet. Maar nu ik het ken en weet wat de achtergrond is, wat die mensen gepresteerd hebben. Het ligt nu in het Nationaal Archief. Ja, ik kan mijn baan wel opzeggen. En daar gewoon mijn hele leven verder door het archief heen lopen. Ja, in eerste instantie denk ik, het is gewoon een stuk papier, hè? Maar we praten hier over de eerste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld, hè? En dan zie je die mensen daar gebogen over dat papier zitten. Gewoon een groep Nederlanders die denken van, we zijn er helemaal zat, hè? We willen niet meer onder die terreur van die man daar in Spanje. En die maken met elkaar het document. Het is wel zo stoer als je dat gewoon kunt doen. Nou, als je daarvoor staat en je staat ervoor en je kijkt ernaar. Ja. Is het ongelooflijk dat die mensen dat hebben kunnen presteren. Jarenlange onderdrukking, armoede, betekent eigenlijk dat er sprake is van stress. En die stress heeft een negatief effect op die delen van het brein die juist leiden tot initiatieven nemen, plannen maken, creativiteit. Dus dat hele plakkaat en de ondertekening daarvan betekent de vrijheid. Dus die ondertekening en dat plakkaat van verlatingen, de vrijheid, betekent eigenlijk de kans op een grote ontwikkeling.